binnen Stelling Naval Maritime Group 2. Dat is één van de vier snelle reactiemachten van de NAVO. SMG 2, zoals het ook al kortweg wordt genoemd, heeft als belangrijkste operatiegebied de Middellandse Zee. En daar patrouilleren wij. De specifieke rol van de ruiter binnen SMG 2 is fungeren als stafschip voor SMG 2. Dus de staf is hier aan boord geëmbarkeerd onder leiding van de commandeur Boots, de Nederlandse commandeur. De internationale samenwerking verloopt eigenlijk heel erg goed binnen zowel de staf als binnen het verband. Tot nu toe werkt dat elke keer heel goed. Voor de ruiter zijn er diverse inzetmogelijkheden. Dat varieert van heel laagdrempelig in kaart brengen van activiteiten in een regio tot ultimo, zelfs inzet van mijn wapensystemen in het hoogste geweldspectrum. Daarnaast hebben we een NH90 helikopter aan boord. Die kan ik zowel gebruiken in de onderzeebootbestrijdingsrol als in de oppervlakteoorlogsvoeringsrol om het plaatje voor mij op te bouwen op grotere afstanden. De inzetgereedheid en geoefendheid van onze eigen eenheid houden we natuurlijk op peil door allerlei interne oefeningen. Zo doen wij crash aan dek met een voorzorgslanding van de helikopter. We trainen het boardingteam, gaan daarmee schieten en diverse andere oefeningen om uiteindelijk te zorgen dat we scherp zijn en berekend zijn op iedere taak. En naast al die oefeningen gaan natuurlijk ook de gewone werkzaamheden door, zoals onderhoud bijvoorbeeld aan diesels. Dat soort zaken gaan natuurlijk dag in dag uit gewoon door. De afgelopen periode ook wat wijzigingen in het programma gehad. Zo was de verhoogde aanwezigheid van Russische eenheden een aanleiding voor ons om aan één oefening niet deel te nemen en uiteindelijk te gaan patrouilleren in het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Dat is natuurlijk een taak waar wij als NRF-eenheid op voorbereid zijn. En we hebben in die periode de Russische eenheden van nabij gevolgd. De Russische vloot was in grote getale uitgerukt. We hebben daar meer dan 20 oppervlakte-eenheden uiteindelijk zelf waargenomen op zee. Daarop relatief dichtbij zijn we ook geweest, ongeveer 2 mijl. En hebben die eenheden zien oefenen en trainen. De afgelopen 3 maanden hadden we een druk en intensief oefenprogramma. En daarnaast hebben we natuurlijk in de oostelijke Middellandse Zee gepatrouilleerd om te kijken wat de Russische eenheden daar uitvoeren. Ook de komende 3 maanden hebben we een heel mooi en intensief oefenprogramma. En daarnaast blijven we natuurlijk ook binnen het NAVO-vlootverband de omgeving hier in de gaten houden, wat er allemaal gebeurt.